Mascarpone komt oorspronkelijk uit Lombardije. En in dat dialect is het afgeleid van het woord mascherpa en dat betekent room. Je kan natuurlijk nu overal mascarpone krijgen, maar je kan mascarpone zelf maken. Dat doe je met slagroom. Dat is eigenlijk het enige ingrediënt. Je kan het alleen niet doen met slagroom van de supermarkt, want daar staat altijd het vetgehalte op. En dat is meestal niet meer dan 35-30%. Daar lukt het niet mee. Je moet op zoek gaan naar een adresje waar je slagroom 50% kan krijgen. Die slagroom die verhit je tot 80 graden, heel nauwkeurig doen met een thermometer. Dan haal je het van het vuur. Dan doe je daar een theelepeltje citroensap doorheen. En dan begin je te roeren, heel langzaam. Dan gaat het eigenlijk een beetje schiften. En dan vervolgens zet je een pan klaar met een vergiet en een beetje kaasdoek erin. Dus heel fijnmazig katoen. En dan doe je deze massa erin en laat je het 24 uur staan. En dan heb je eigenlijk mascarpone.